Sjoerd van de Zee van Dokkum had van zijn bette ôf maar één nier. Al rond oktober wie deze nier sa verminderen dat er nog maar een nierfunctie van 4% hie. Ja, hoe dat is, kijk, gelukkig wil mijn ding doen, ik kan mijn werk doen. Maar ja, het is voor 's nachts maak minimaal 8 uur onder dialyseapparaat. Ik had een slank hier uit de buikwei en die koppel ik dan aan het apparaat. En daar hing je 12 sekken met mijn vloeistof. En het apparaat regelt dat al die jaar. Dit had een hele impact op het leven van Sjoerd. Maar ook op dat van zijn vrouw en 2 dochters. Al gaan ze er goed mee om, vindt Sjoerd. Ze zijn gelukkig vrij nuchter onder, mag ik zeggen. En ze hadden er ook wel grapjes over. Zij weet ik vanaf het begin al wat er aan de hand is, dus zij ben er echt mee opgegroeid. Zij weet ik net beter. De oplossing is een nieuwe nier, maar die haast net samar. Daarom zit er van Sjoerd niet oors op als te wachten, want er een nier beschikbaar komt. Of want een nier doneert. Nou zit ik te wachten, ja, op een verlossende telefoontje. Hopelijk dat Grace ik op die bellet van, nou jongen, ik wou een nieuwe nier voor jou. Nou ja, dan mag ik gewoon zwaaien dat ik binnen 12 uur in het ziekenhuis ben. En dan we controleren en dan hoop ik een nieuwe nier te krijgen. Ja, want zo hard gaat het dan? Dat kan heel hard gaan. Maar ja, de wachtlijst is 3 of 4 uur, dus gaat er van nu dat het jadder wordt. Maar ja, je weet het niet. Wat zou het betekenen als je aan een nieuwe nier hebt? Hoe oor zou het leven er dan uitzien? Nou, dan dat ik weer normaal functioneren kan, net op het apparaat, volle meer energie dan dat ik nou ha. Dus ja, dat ik volle meer dingen doen. Dus bij deze een oproep van waar wil er een nier doneren? Dat zou heel mooi zijn.